Oh, sorry. Nee, ik moet nog een keer. Ja. Nou, hallo lieve mensen. Welkom bij alweer een Maison Marie. We zitten vandaag niet in de maison, maar in de tuin. En de tafel is een beetje nat. Dolend gerecht, artikel 9. Gerard Geit staat voor de deur. Hij is gebeld door de politie. Ze hebben zijn nummerbord genoteerd toen zijn auto hier voor de deur stond en hem gevraagd op het bureau een verklaring af te geven. Wat hij hier at, wat hij erbij dronk, hoeveel mensen er waren, of er bediening was, wat het kostte. Hij is er nogal van geschrokken. Ik ook. Waarom ze dat allemaal weten willen, hebben ze niet verteld. Als hij weg is, wordt er gebeld door een andere gast. Die heeft de wet ook al aan de telefoon gehad. Ik heb geen idee wat ik moet doen. In Nederland zou ik onmiddellijk bij de politie gaan vragen wat er aan de hand is. Maar ik weet niet of dat nu verstandig is. Ik vraag het de buurvrouw. Na 19 jaar als burgemeester weet zij vast wel wat wijs is. Absoluut niet doen. Ze komen wel naar jou toe als er wat is, is haar antwoord. Maar er is toch wat? Anders wordt mijn gasten toch niet om verklaringen gevraagd? Nee hoor, niets doen, blijft ze vinden. Toch vind ik het raar om niets te laten horen, alsof ik ergens schuldig aan ben. En ik ga dus de volgende ochtend naar het politiebureau. U bent een onderzoek naar mij gestart, is een beetje rare tekst aan de balie, maar ze weten direct waar ik het over heb en ik kan plaatsnemen. Na een tijdje word ik opgehaald door de brigadier, commandant, weet ik hoe dat heet, iets met best veel strepen. En onderweg naar zijn kamertje klopt hij aan bij een collega. Zij stelt zich voor als kapitein. Ik herken haar als de mooie vrouw die een tijdje geleden bij de feestelijkheden op het gemeentehuis was. Ik hoop dat ze de vreselijke apenopmerkingen van de oude mannen, burgemeester in Kluis, niet gehoord heeft. Hoewel, in deze contraien zul je als jonge, knappe, zwarte vrouw wel een olifantenhuid ontwikkelen voor dat soort vuile praatjes. Ze blijkt de baas van het rajon. Ha, dat zal ze leren. Heel goed dat u er bent. Uw burgemeester heeft ons gevraagd een onderzoek naar u in te stellen en wij zijn dan verplicht actie te ondernemen. Hij maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid vanwege de bij u voor de deur geparkeerde auto's en heeft ons gevraagd te onderzoeken wat de voertuigen daar doen. Dat kunt u ook aan mij vragen, aan hemzelf ook trouwens. Die mensen komen eten, net zoals hij ook wel eens komt eten. Verkeersveiligheid, zelfs de breedste tractoren kunnen er altijd langs. Maar als de burgemeester zorgen heeft, kunnen we dat toch gewoon oplossen? We hebben inderdaad 3 keer voorgesteld met u te gaan praten. Hij wilde toch per se een onderzoek. Zal ik nu gewoon meteen vertellen wat ik doe? Nee, nee, dat komt later. Dat is in deze fase niet aan de orde. Als u wel wat andere vragen zou willen beantwoorden, heel graag. 2 uur later verlaat ik volkomen verbouwereerd het pand. Zo ontzettend veel tijd ben je aan al die instanties kwijt. De kool moet aangebraden, boontjes in de marinade. Straks kan ik de oublies wel vergeten. De courgette zou al moeten zweten. Bouillon op het vuur. Ik zit hier nou al meer dan een uur. Dolend gerecht, artikel 10. We hebben er een nacht over geslapen. Het gemeentehuis is vandaag open. Ik wil toch echt graag van onze burgervader horen wat er aan de hand is. Het vaste clubje, secretaresse, lokale burgemeester en burgemeester valt even stil als ik binnenkom. Dan, wat nu weer? Een vraag over je bouwvergunning? Goedemiddag. Nou nee, ik heb de politie gesproken en die zijn bezig met een onderzoek. Een onderzoek? Vraagt de burgemeester. Wat heb je gedaan? Het gaat om de verkeersveiligheid. Daar schijnt u zich zorgen over te maken. Dus daar wilde ik graag over praten, kijken wat we daaraan kunnen doen. Ik heb nergens problemen mee. Als de politie vindt dat je iets illegaals doet, is dat wat anders. Misschien kan in Holland alles, maar we hebben in Frankrijk een wet waar we ons aan moeten houden. Ik doe mijn uiterste best kalm te lijken. Wat gek. De politie zegt dat het verzoek bij u vandaan kwam. Hen maakt het niet uit, al zet ik elke dag 40 auto's voor de deur. Met amper ingehouden agressie blaft hij. Hoe komen ze daar nou bij? Ik heb geen idee waar je het over hebt. Maar als de verkeersveiligheid in het geding is, is het de verantwoordelijkheid van de gemeente daar iets aan te doen.
Ik begrijp niet waarom u net naar me toe bent gekomen. Als het anders moet, is dat toch geen enkel probleem? Het lijkt me zo voor de hand liggen met burgers te praten in plaats van ze aan te geven. Ik word steeds kalmer, hij steeds kwaaier. Inmiddels wit om de neus blijft hij bulderen nergens problemen mee te hebben, van niets te weten. Ik weet niet wat ik nog zeggen kan en ga maar. En dan nou weer even een vrolijke. Ik doe nog een culinaire geschiedenis. 1200 liter mayonaise in de Tuilerieën. Banket, banketter, banketst. Zoiets dacht waarschijnlijk de Frans president in informatie. Wat zie je aan te lachen? Ja, banket, banketter, banketst. Ja toch? Niet dan. Nou, daar gaat hij dan weer. 1200 liter mayonaise in de Tuilerieën. Banket, banketter, banketst. Zoiets dacht waarschijnlijk de Franse president Émile Loubet toen hij in 1900 alle burgemeesters van het land inviteerde om gezellig te komen dineren. Ach wat, het is met die wereldtentoonstelling toch al druk in Parijs. Dan kunnen mijn gasten er ook nog wel bij. 22 september, de verjaardag van de Republiek, lijkt hem qua datum wel fijn. Dat het dan toch een beetje fris kan zijn, is pas het probleem. Dan plaatsen we de gasten toch in chique tenten. En dus werden de tuinen van de Tuilerieën volgezet met tenten om de 22.965 genode gasten te ontvangen. Het Haute de Gamme traiteurhuis Portel et Chabot, dat nog altijd catering verzorgt in de hoogste regionen, krijgt de schone taak de gasten te verzorgen. Op het menu staat onder andere 2000 kilo zalm, 3444 kilo runderfilet en Bellevue, 1250 pâtés van eend uit Rouen, 2500 breskippen, 1430 fazanten, 1000 kilo druiven, 10.000 perziken, 3000 liter koffie en jawel, 1200 liter mayonaise voor de hors d'oeuvre. Oef! De batterij, fornuizen, pannen, schalen en 671 koks om dat allemaal gekookt en gebraden te krijgen. Enfin, dat lukt. Maar hoe krijg je het vervolgens snel genoeg rondgebracht naar al die gasten? Wel, de kelners hadden 6 fietsen en een auto tot hun beschikking om de 7 kilometer langs de tafels af te leggen. Hoe ze de gasten dan bedienden, vertelt de overlevering helaas niet. Ik heb het even uitgeprobeerd en het was nog best onhandig fietsen met een schaal dampende eend met saus op je stuur. Oh, sorry, hobbeltje, flats. Oh jee, in uw nek, meneer. Remmen, stoppen, het gaat net, maar dan. Daar sta je, met die schaal in je handen, fiets tussen je benen, hoe kom je er vanaf? Schop je die fiets onder je vandaan? Laat je hem liggen op het pad? En de volgende kelner dan? Of zullen ze er, zoals in Romeinse tijden, acrobaten bij hebben gehaald om de bieflapjes te serveren vanaf de fiets? De plaatjes die ervan bestaan laten keurige taferelen zien. Niemand zit onder de jus. Bij geen burgemeester een eend of fazant op zijn kop beland. Allemaal gedistingeerde manieren. Gesteven witte borden, nergens rondvliegende veren. Ze zongen La Marseillaise. Het veelstemmigste koor ooit, lijkt me. Er werden tijdens het diner vermaakt met ballet. Dit naar alle waarschijnlijkheid grootste banket aller tijden duurde maar liefst 1,5 uur. En deze heeft nu ook wel lang genoeg geduurd, toch? Tot de volgende! En Pierre? Wat doet Pierre? Pierre slaapt.